welkom in deze nieuwe video van Bolstar. Ik ga namelijk voor jullie deze planten. Ik heb het eigenlijk nog nooit gedaan, dus het is de eerste keer dat we dit gaan doen. Dus ik ga de potjes hier zetten. Dus ik heb hier water in zitten van de kraan. Dus je ziet hier de potjes en je ziet me niet meer zo goed in beeld. Dus er staat op dat we deze moeten doen. Dus we doen de instant op. Het water, eerst het de dingen, het tabletje. Even kijken hoor, voor de zekerheid. Daar staat het hier allemaal. Potje grond, of potje met grondtablet. Vol met water, overdoor waar je slechts een paar zaadjes uit. Oké, okay. Dan ga je overdoor. Water is slechts een paar zaadjes uit. Zakken en licht in de grond drukken. De pot. Oké, okay. Dan gaan we erin gaan. Niet te veel. Zo, dan gaat het een beetje groeien. Dus doen we dat met z'n allen. Ja, ik was even dat ik die niet aan had gezet of zo. Oké, okay, een beetje water. Zo, niet te veel. Zo, het overtollige water doe je weg, staat erop. Dan gaan we dat maar doen, het overtollige water eventjes weggieten. Het is echt al een heel goed ding aan het worden. Dus, dat is wel goed. Ik heb dit eigenlijk daarnet nog gedaan voor TikTok. Maar dit is de eerste keer dat ik dat voor jullie... Doen. 10 minuutjes, dus dat is nog eventjes dat 10 minuutjes. En dan moet je de zaadjes erin doen. Dus we gaan goed aandrukken. Als de plantjes eruit gekomen zijn, mag je ze in de tuin zetten. Dan moet je ze overplanten naar de tuin. Zo. Deze zijn al goed, dus daar gaan we nu al de zaadjes in doen. Dit is de koriander. De koriander. Dat zijn echt zo van deze zaadjes. Kijk, deze. Zie je ze? Echt zo van die zaadjes zo die echt groot zijn. Zo. Zo, zo. Echt nog wel leuk. Dat was 99 cent, trouwens niet gesponsord door de Action, maar gewoon. Zo. Ondertussen kan je de andere, dat is de peppers, gaan erbij. De peppers. Wow, dat zijn zo echt grappige. Ik weet niet of ik dat in beeld kan brengen. Ik ga eens proberen, hè. Kijk, zie je dat? Grappig, hè? Die gaan er ook bij. Allemaal erin. En dan kunnen we daar eens mee koken, hè? Als dat goed loopt... Dan kunnen we daar iets klaar in maken. Dan moet nog de laatste. En dat zijn de bloemkolen. Bloemkolen is ik ook heel graag. Oh, dat zijn ook van die bolletjes. Zo lijkt de broccoli daarnet. Zo.
zo. Die drukken we dan ook heel goed aan. Zo. Voilà. Dit ziet er dan zo uit, de drie potjes. En dan heb je zo het kartonnetje. En daar kan je dan eigenlijk alles zo mooi opzetten. Het was zo. Voilà. En dan is het gewoon wachten totdat ze groeien. Echt wel heel tof. Vond je het een leuke video? Doe dan zeker een duimpje omhoog, vergeet niet te abonneren. Morgen zijn we weer.